Het weekend van Lowlands ligt achter ons. Dit is 3 voor 12 voor de maandag. De grote Lowlands afterparty met een hoop muzikale hoogtepunten. Maar voor mij kent Lowlands ook los van de muziek hoogtepunten. Zo ontmoette ik zondagochtend Wouter op de camping. Dat was een ontmoeting die de geschiedenisboeken ingaat. Even terug naar afgelopen zondagochtend, 10:15, op de camping van Lowlands. Lowlands heeft ook, kent ook zijn en haar slachtoffers. Mensen die tot het gaatje gaan en er soms niet zo best uitkomen. Een van die slachtoffers is Wouter. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Jongens, we hadden afgesproken om niet te lachen. Wouter, wat is er gebeurd? Ja, ik ben naar een aantal optredens geweest. Oh, jongens. En ik ben enigszins mijn stem kwijtgeraakt. Enigszins. Hoe klink je normaal? Ik heb echt een zware mannenstem gewoon. En probeer hem eens even... Kun je proberen terug te krijgen? Hallo? Oh man, ik probeerde echt mijn best te doen. Hè. Waar is het misgegaan? Ik gaat het gebeuren hoor, dan komt hij weer. En nee. En nee. Nou, inmiddels zijn we 36 uur verder en hoop ik dat hij weer iets beter bij stem is. Hij hangt aan de lijn. Wouter, goeie avond. Goedenavond, Wijnand. Nou, dit is... Ik moet zeggen, het is nog niet al te best, maar ik zit nu op een vast ritme, schema met strepsels. Dus het gaat wel de betere kant op, maar ik werk eraan. Hij is echt nog niet helemaal terug, hè, Wouter? Nee. Oh, jee. Nee, maar theetjes met honing en munt en de strepsels erbij maken het wel weer wat comfortabeler om te praten, laten we zeggen. Laten we even teruggaan naar de desbetreffende nacht. Wat is er in de nacht van zaterdag op zondag met jou gebeurd? Ja, nou ja, ik was de avond daarvoor natuurlijk, zoals iedere bijna Lowland ganger, ook uit geweest en best wel heftig. Dus ik probeerde eigenlijk een beetje gezond te leven die avond daarvoor nog. Dus we hadden allebei een pokeball gehaald. En we zaten eigenlijk lekker te smikkelen om wat gezondere dingen in plaats van alcohol en zoete troep. En ja, vervolgens dachten we, nou ja, we hebben lekker een maaltijdje achter de rug. En we gaan gewoon alvast een beetje een wodkaatje erin gooien. En lekker bij je tenten komen met een aantal vrienden. Hadden we nog een lekker soepje, helder groentesoep van Albert Heijn gehaald. En ja, vervolgens denken wij rond 8:00 zagen we in de Desperados Bar dat er van allerlei leuke Sonny Short, de Haagse Trots draaide en van allerlei leuke acts. Dus ja, en veel meezingers. En daar ging het denk ik fout. Want ja, toen hebben we echt heel hard staan gillen. En ja, waren er echt ook... Ja, ik weet het ook niet meer helemaal precies. Want er was wel aardig wat alcohol aan te pas gekomen. Ja. Maar ja, ik ben met heel veel mensen gaan kletsen in ieder geval. En heel veel meegezongen. Ja. En nou, ik heb gewoon eigenlijk een hele leuke avond gehad, voor mijn gevoel. Ja, totdat je dus terugkwam, totdat het licht werd en je kwam erachter dat je je stem kwijt was. Dat was het dieptepunt, of eigenlijk stemtechnisch gezien het hoogtepunt. Je klonk als Mickey Mouse. Hoe lang heeft dat nog geduurd? Want nu begint hij weer langzaam terug te komen. Hoe lang heeft dit geduurd? Ja, nog steeds dus ongeveer. Ja. Het is eerder de vraag tot hoe lang gaat het nog duren, voor mijn gevoel. Nee, ik hoop dat ik er zo snel mogelijk vanaf ben. Ja, ik hoop het ook voor je. Je bent aardig viraal gegaan met het filmpje van de vrienden van Dumpert tot aan RTL Boulevard vanavond nog. Wat heb je er zelf van meegekregen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat al mijn powerbanks op waren en het leven op de camping niet super modieus en prachtige praal is. Dus ik heb nog niet heel veel kunnen kijken, want ik ben net thuis gekomen en in slaap gevallen. En ik word net wakker. Oh. Maar ik zag wel dat heel veel mensen mij getagd hebben in van alles. En het is allemaal heel veel, zag ik. Ja, heel veel. Ik weet nog niet precies. Je was op zondagmiddag zelfs, stond je in de Dumpert top 5 al. Dus het ging echt heel erg hard. Mijn god, ja. Ik geloof je zo bijna. Hey Wouter, ik vond het super tof je eventjes te spreken. Ga lekker aan de thee, ga lekker aan de honing. En laat me even weten wanneer je weer helemaal hersteld bent, oké? Okay? Zal ik doen. Fijne avond. Yo, van hetzelfde. Ga ik mijn bed weer in. Lieve Wouter. Doei.